Na alle vertraging door het aardbevingsbestendig maken... ligt de bouw van het Groninger Forum nu goed op schema. Een mooi moment om ook de organisatie van het 140 miljoen euro kostende cultuurpaleis te versterken. Het Forum is op zoek naar een tweede directeur. Naast de huidige directeur Dirk Nijdam is de behoefte aan een topper met een zwaar profiel. We hebben gewoon gezegd het is een directeursfunctie. We hebben eerst gekeken kan het ook een hoofd zijn, maar we hebben toch al gezien dat eigenlijk... Uh... Uh, er zoveel werk, ligt ook best wel veel aansturende taken, maar ook gewoon uh, het feit dat er een landelijk profiel moet zijn, dat er een uh, groot netwerk om iemand heen moet hangen. Uh, nou, er moet ook wat in beweging gezet worden, er moet ook veel gebeuren, er hangt ook veel vanaf. Het is ook een baan in de, in de schijnwerpers, hè, dus je moet ook uh, een beetje rechte rug en stevige schouders hebben. Zeg maar, en, uh, dus zo, komen die, zo komt die terminologie van een, een zwaargewicht. Het moet ook niet overdreven worden, maar we zoeken wel iemand die, die uh, het bos in kan sturen. Zeg maar. De nieuwe man of vrouw krijgt een dubbel functie. Het wordt een directeur voor marketing en programma. En die twee, dat zijn twee best wel unieke dingen om in, een, in één zin te zien. Vaak zijn dat gescheiden werelden. Wij willen dat juist met elkaar op één lijn brengen. Omdat marketing voor ons een heel groot aspect is van het succes maken van het gebouw. Dus hoe ontwikkel je het product wat het Forum uitdraagt, wat het Forum is. Daar is programmering heel belangrijk in, dus vanuit de marketing ook de programmering aan te kunnen sturen en te bepalen ja, wat, is nou wat de mensen in Groningen uh, verwachten van het Forum, wat kunnen we hun bieden. Maar ook de mensen van buiten de stad, hoe krijgen we meer mensen van buiten de stad naar Groningen en welke programmering is daar het meest adequaat voor. Het gebouw biedt straks onder andere onderdak aan de bibliotheek, een bioscoop, het stripmuseum en diverse horecagelegenheden. Wij gaan ervoor uit dat, dat er zeker 1,3 miljoen uh, mensen in het gebouw uh, gaan rondlopen het eerste jaar. En dat is eigenlijk niet een heel. Uh, dat, daar wordt soms heel raar op gereageerd, op dat getal. Maar we hadden afgelopen jaar in de bibliotheek al een miljoen uh, bezoekers. Dus uh, de bibliotheek en het filmhuis meegerekend. En alle wijkfilialen meegerekend zijn zelfs 1,2 miljoen. Dus die getallen zijn uh, niet wereldvreemd. Het is gewoon een, een optelsom van wat er nu komt. Met een kleine plus voor wat er zeker bij komt. En ik denk dat die eerder aan de conservatieve kant is dan aan de agressieve kant. Het forum wil laagdrempelig zijn en mensen informeren over belangrijke thema's in een snel veranderende samenleving. Een nieuwe vorm van mobiliteit, energietransitie, robotisering, noem al die grote kansen eigenlijk maar op die de samenleving overspoelen. En wij willen daar mensen bij helpen om dat in te snappen, maar ook om te kijken: is het de kans voor mij of is het, dan krijg ik er last van? En, en de kern is eigenlijk wel dat wij zeggen, alles wat we doen moet op een leuke manier gebeuren. Dus we willen niet een belerend instituut zijn met een opgeheven vingertje of uh, kijk eens hoe je het werkt zo of het zit zo. Maar gewoon een objectieve kenschets van wat er eigenlijk in de samenleving gebeurt. En dat is nogal wat de laatste tijd. En, uh, en die, uh, die dingen verklaren of uitleggen of toelichten op een uh, leuke manier in het uh, Groningen Forum. Nijdam nee, ziet de opening in 2019 met vertrouwen tegemoet. Ik moet me toch wel heel sterk vergissen als mensen straks niet zeggen... Nou, als ik, dit allemaal van tevoren had geweten, was ik misschien iets minder negatief geweest aan de voorkant. Maar tegelijkertijd moet ik zeggen dat ik ook wel merk, nu het gewoon omhoog schiet, dat mensen ook uh, van negativiteit wat meer omdraaien naar nieuwsgierigheid. Dus uh, het komt wel goed met het voor.